De vraag rijst of er sprake is van menselijk falen of van een natuurverschijnsel. Dit zei assembleelid Tatiana Losje gisteren op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van het parlement en de Staatsolie Power Company in Brokopondo. De delegatie trok naar het gebied om zich te oriënteren in de door wateroverlast getroffen gebieden in Brokopondo. Losje pleit voor een effectieve aanpak van het probleem voordat de situatie verergert. Ten derde wil ik ook aangeven naar de samenleving toe dat wij met z'n allen, de partijen zoals de voorzitter dat hier gedeeld heeft, dat we rekening moeten houden dat de meest getraumatiseerde samenleving is. Is iets dat hun voorouders al hebben meegemaakt. Dat betekent, we moeten dit serieus gaan aanpakken. Het lid Asabina heeft ook gevraagd, waarom is Staatsolie zo laat begonnen met het spillen van water? Als er eigenlijk al een sein, een teken was in februari, dan zouden we inderdaad eerder moeten. Ik geloof ook dat Staatsolie een voortreffelijke job doet. Dat moeten we ook toegeven. Dus ik denk dat we de koppen bij elkaar moeten gaan steken, voorzitter. En vanuit deze plek vraag ik dat er inderdaad een vergadering komt. Want er zijn een heleboel vragen die we stellen. Als we de mensen, de samenleving moeten gaan evacueren, wat gaan we doen? Wanneer gaan we dat doen? Gaan we nu wachten? Ik denk één, als er een presentatie komt van de cijfermatige weergave, zeg hoe hoog kan het water nog komen te liggen? Want waren de deuren nu open, dan zou dat 5 meter hoger moeten zijn. Maar in mei, juni kan dat 10 meters hoger zijn. Gaan we de mensen nog daar laten? Losje zegt dat wanneer rampen zich voordoen, er rekening gehouden moet worden met een aantal aspecten. Ze benadrukt dat eerlijke communicatie naar de samenleving toe de sleutel is om veel zaken te voorkomen. BEP-parlementariër Ronnie Asabina zegt dat de gemeenschap in het gebied met vele onbeantwoorde vragen zit. Het is niet ter discussie voor de gemeenschap van Brokopondo of we nu moeten spuien of niet. Men is ter degen daarvan bewust. Ja, waarom is men niet eerder gestart? En ik denk het antwoord op deze vraag, op deze issue, maar dat er een hele grote kloof is tussen Paramaribo en het district. En we praten over communicatie en laat die communicatie zodanig zijn dat die ingang vindt bij de gemeenschap van Brokopondo, zodat die geruststelling er is. Dat wil ik vragen. En ik heb nog een punt en ik ben blij dat er gezegd is dat de integriteit van het dam niet in het geding is. Maar ik ben als kleine jongen kwam ik vaak hier en ik zag hier waar een handelscentrum is, economisch centrum, hier en verderop. Suralco, het was ten strengste verboden om economische activiteiten daar te ontplooien. Asabina zegt verder dat er activiteiten worden ontplooid in het gebied die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hij vraagt zich af wat de protocollen zijn van de instanties die activiteiten ontplooien nabij het Stuwmeer.